Die moet precies in de pas lopen in de achtste beweging van de saxofoon. Ik componeer al sinds mijn 13. Ja, mooi dat het goed. Ik ben Rob Goorhuis. Ik werk tegenwoordig vooral als componist. Ik heb nu een bijzondere opdracht gekregen. Een opdracht van de Oranje Harmonie uit Hilversum. Die bestaan 90 jaar. En ter gelegenheid daarvan willen ze graag een werk hebben met iets toepasselijks. Ik heb toen voorgesteld om de figuur van Dudok centraal te stellen in het stuk. En gaandeweg kwam ik erachter dat ook dat stadhuis, met name dat gebouw, dat dat een rol zou moeten spelen in het stuk. Dat is al een heel ding natuurlijk, maar dan heb ik nog geen noten. En ik heb al vaker gewerkt met namen van een persoon op noten gezet. Ik heb het nu, zoals dat heet, diatonisch gedaan met de naam Dudok, dus 5 letters. En D-U-D-O-K, dat is dan op noten gezet D-G-D-A-D. En dat vind ik wel grappig, want ik had eerst nagedacht over dat gebouw. En dat is dat eerste gedeelte. Dan komt dat hogere gedeelte. En dan komt die toren. Dus tegelijkertijd blijkt gewoon, dat is gewoon geluk voor mij, dat die naam eigenlijk al dat gebouw is. Wederom welkom. We gaan vanaf ongeveer 8:30, misschien iets eerder, tot de pauze, gaan we Dudok doen. Met natuurlijk het commentaar van Rob daarbij. Even kijken. En hopelijk hoort hij dat we eraan gewerkt hebben met elkaar. Ja, daar gaat hij. Heb ik nog steeds een heel klein wachtmomentje erin zitten? Ja, vind ik ook, ja. Ja, precies. Het crescendo mist. Ja, ja. Ik heb die 3 tonen van de naam Dudok, zeg maar, in mindering gebracht op de 12 tonen. Dan hou ik 9 tonen over. En van die 9 tonen maak ik akkoorden. Dan maak ik stukjes melodie. En daar ga ik mee aan de gang. En daar ga ik dan mijn vlakken mee vullen, om het zo maar te zeggen. Dus in mijn hoofd had ik eigenlijk al wel, zeg maar, die geometrische vormen staan. Maar nou heb ik ook de kleurpotloden gevonden. En zo kan zo'n stuk dan tot stand komen. Als ik dat statische lijntje maak, dan zitten daar in hoofdzaak 2 akkoorden in. Dat is dit akkoord. En dit akkoord. Tegelijkertijd hoor je dan in een ander instrument hoor je een lijntje, wat ook uit die 12 tonen komt. En dat is bijvoorbeeld dit. Zo'n melodielijntje, dat is dus een soort ornament. Zoals Dudok ook veel elementen gebruikte om het gebouw mee te versieren.
Maar bij zo'n groot gebouw, met die grote vlakken, vallen die soms een beetje weg. Als je niet goed kijkt, dan zie je vooral die vlakwerking en die details. Ja, daarvoor moet je echt met aandacht kijken. Maar die zijn nou net wel dat speciale. En dat is bij het stuk, vind ik zelf dan ook, dat allerlei kleine details, zoals een klokkenspel, wat dan op een gegeven moment gewoon... de hele tijd alleen maar die twee toontjes er doorheen speelt. Als je niet oplet, dan hoor je het niet. Maar het is er wel. En het is ook zo'n klein ornamentje, een vertaling, zeg maar, van die versieringen die aan zo'n gebouw zitten. Ja, je hebt een noot die moet wel stemmen met al je voorgangers, zal ik maar zeggen. Snap je? Dus moet je even, even luisteren waar die zit, ja? Ik heb wel geprobeerd om het stuk een lichte toets te geven. En dat komt vooral door die gele kleur van het gebouw. Die rol die zo'n gebouw dan in die gemeenschap vervult, die moet natuurlijk ook naar voren komen. En denk ik dan ook in begrijpelijke taal, dus ook in muziek, waarvan de mensen denken, hé, dat vind ik leuk. Hè? Net zo goed als dat je dat gebouw ziet staan en dat je gewoon denkt, goh, wat een mooi gebouw is dat, zonder dat je ook maar iets weet van architectuur of wat dan ook. En ik hoop dat het een prachtige uitvoering wordt en dat men zich kan onderdompelen in architectuur die verdampt is in muziek.